Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Poke. Wat? Ik ben woest. Waarom moet je midden in mijn intro geluid maken? Dit is echt gewoon onacceptabel is dit. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatalog met Sander van Gamers B. Die er eerst 24 jaar doet om een intro momentje op te zoeken. En dan ook nog eens midden in mijn intro lawaai gaat lopen maken. Ja, ik vind hem wel leuk. De disrespect is real. Hij is wel leuk. Fantastisch. Ik ben boos. He do being bozing. Nee, dat was een grapje. Maar paste wel bij mij het intro momentje. Omdat je boos was, dat klopt. Nee, ik was niet boos, maar het intro momentje paste wel bij mij. De belichting bij mij is wel een beetje kut, zie ik nu. Het is altijd hetzelfde ding. Ja, is dat vaker zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan het heel zo makkelijk vliegen. Mooie vlieg en beautyfly, kabin. Beter dan botervrij. Hé, hey, niks tegen botervrij. Jezus, wat een encounters hier zeg. Niet te doen. Dat is mooi. Toch? Nee, want het zijn allemaal kut encounters. Huh? Dat is een gem, Sander. Ja, maar anders dan dat ik gewend ben. Normaal gesproken heb je toch zo'n wal en dan moet je door dat vieze spul. Door die vieze honing. Misschien bij Black and White 1. Wil je een Kabalion? Wacht, hey, waarom heb ik niet nieuwe Pokémon toegevoegd? Dat weet ik niet. Nee, dat deed ik ook niet. Dat vind ik wel onacceptabel dat ik dat niet weet. Kijk, dat jij dat niet weet, dat snap ik. Ja, maar jij bent wel van onacceptabele dingen. Want je gaat ook door iemand zijn intro heen. Nou, dit gaan we echt jarenlang nog aanhoren. Nou, als je dat maar door hebt. Oeh, dubbelgras. Dat betekent nieuwe kansen Pokémonen. Ik weet nog dat de vorige aflevering een leuk dingetje was. Toen dacht ik nog, dit zou wel een TikTok kunnen worden. Dokekiss is fairy, maar dat is hier nu nog niet. Normal flying. Wat een kut type. Maar wel normal. Mag hem wel vangen. Weet je zeker dat hij normal is? Ja. Wat yo. Togepi is ook vangen. Normal. En Togetic wordt dan flying, zeg maar. En zo werkt het. Oké. Okay. Ja, dan ga ik toch Sharpedo wegdoen. Sharpedo die very sharp is. Oh nee, ik ben gepoisoned. Ik wil Shiftry op zich ook wel. Maar dat is een dark type, die heb ik al met Weavile. Herinner wel dat Shiftry heel slecht is, hè? Ja, alleen ik heb twee dubbele water types. Dus eigenlijk moet ik nog even iets vinden. Nou ja, dan moet ik Samurott vervangen, denk ik. Dat vind ik toch geen leuke Pokémon. Maar ik denk wel dat die sterk kan zijn. Oh, sorry. Ding is niet, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Oeh, er zit gewoon een mug op mijn scherm. Ik wou zeggen, ik weet. Oh ja, ik denk wel dat Nando blij is als ik deze Togekiss vang. Want? Is dat zo? Nando is erg fan van Togekiss. Na Murkrow is dat wel een Pokémon waar ik veel van houd. Ja. Ik moet van hem nu ook een Murkrow vangen in Pokémon Colosseum, omdat ik mijn kop niet kon houden. Dat ik alles voor hem zou willen doen. Ik dacht ook van, ik moet iets hebben wat goed is tegen Bug trouwens. Maar dit is een randomizer, wat doe ik? Ja, daar is niet echt over nagedacht, zeg maar. Hey. Oh, nee. Level 20? Ik denk dat ik sowieso een Pokémon ga verliezen. Oh jee.
Zie je wat er op mijn scherm zit? Niet normaal. Ja, maar Raichu is niet zo'n goede Pokémon. Het enige probleem Explosion. Is... Explosion! Explosion doet, ja. Dat is het enige probleem. Maar misschien heeft hij die al niet. Waarom deed ik met Zap? Nee, dat was dom. Dat deed niet veel damage. Oh-oh. Kiboom. Ben Crocodile kwijt. Maar hij heeft wel full health, hè. Avoided it! Wat? Die mudslap! Yo, die mudslap was actually a pro play. What the frick? Dat was echt pro play. Lekker voor je, bitch. Oh, en een Rotom. Luke. Nee! Extreme snelheid? Ik hoop niet dat het te veel damage doet, maar ik ga naar... Je was bijna je Jolteon kwijt. Probleem is, ik wil eigenlijk een Pokéball gooien. Maar als ik hem niet vang, dan heb ik grote kans dat ik een Pokémon kwijt ben. Ben je wel Jolteon kwijt? Dat is wel, en Jolteon is wel power. Aan de andere kant er zijn ook zat andere electric types die ook power zijn. Dus... Oh, Uproar. Oké, dat viel mee. Ik denk met een Faint Attack heb ik hem dood. Ja, Jolteon. Hoe overleef jij het? Kut. Nee, dat meen je. Ja, en hij gaat ook door zijn ability. Dat is dry skin. En regent het? Nee, dan juist niet. Dan regent het juist niet. Denk me net. Oh, maar dan moet ik haast toch nog even trainen. Ik kan wel die trainers daaronder in die grot, zeg maar, verslaan. Ik zou niet weten waar ik anders trainen zou moeten. Maar ik vond dit wel heel erg eng. Ik had... Ik denk echt dat ik zoveel geluk had dat ik die mudslap deed, hè, per ongeluk. Dat denk ik ook. Maar want dat is alleen maar goed gespeeld. Dat lowerde zijn accuracy, waardoor ik het overleefde. What the freak. Ekkend, dat is ook wel ziek. Die mag ik ook vangen natuurlijk. Ik mag poison ook vangen. Snake. Mag ik dan nog iets vangen? Nee, zeker. Hoe bedoel je? Poison. Waarom gaan we ijs, water. Naar ja, naar die grot, want daar waren trainers. Oké. En ik was super low level. Die Reggie Ice was gewoon level 20, hè? 2 levels hoger dan mijn hoogste. Vond gang. Maar ja, dit krijg ik dan wel weer te horen in zo'n Geogazer video die je dan opneemt met Simon. Ja, hoe doet Chander ook altijd zeggen dat je niet kan winnen en nog winnen? Dat is wel waar. Maar dat doe je wel vaker voor... Wow, oh ja, ik ga een Pokémon kwijtraken en dan gebeurt er niks. Dat gebeurt heel vaak. Maar ik gewoon... Ja, ik weet ook niet waarom, maar... Vaak is het dan wel een national threat. Heeft deze guy nog steeds experience share? Ja, vandaar dat hij level 20 is. Own Temple? Own Tempo? Oké, op zich wel goed. Zijn moveset is alleen trash. Goh, ik word zo moe van deze kutroute. Snap ik. Yo, ik heb een Earth Plate. Wil je die hebben voor je Slack off? Nee. Dan wordt hij een Earth type. Pure power. Oh, ik heb helemaal niet gekeken wat Vigoroth zijn ability is geworden. Nee. Oh ja, hij was al geëvolved, niet echt. Shield Dust. Blocks added effects of attacks taken. Oh, dat is wel gunstig. Op zich. Derde wetje. Wanneer krijg ik Fly en wanneer krijg ik een Pokémon die Fly kan? Wanneer krijg ik levels? Ik heb wel een beetje ongeluk, want deze guy, die geeft dus echt 0 XP. Wow.
Dat was zo'n Dreaming the Blift moment bijna. Dreaming the Blift. Of was het Blaming the Drift? Nee, het was Drifting the Blame. Of Blaming the Drift. Nee, het was Blaming the Drift, denk ik. Ja, dat was hem. Nou ja, ik had het één keer fout opgeschreven en toen wist ik het allemaal niet meer. Oké, ik ga even deze guy bevechten hoor. Als je het niet erg vindt. Ja, als je het wel erg vindt ook, want dan, het is al te laat zeg maar. Een klink, klank. Ben ik eigenlijk helemaal niet zo heel bang voor. Is fighting super... Nee, fighting is niet super effective tegen steel. Ground wel. En dan krijg ik accuracy boost. Het is ook nog geen stab, dus ik denk niet dat het heel veel uit helpt. Special X defense. Huh? X special defense bedoel ik. Oh, het is wel super effective. Fighting tegen steel. Ja, wat dacht jij van niet? Ik vroeg hem af en toen dacht ik... Nee, waarom zou dat? Ik zag de logica er even niet van in. Nou, omdat je gewoon deuken in staal slaat. Mijn handen doen pijn als ik tegen staal sla. Ja, maar jij bent ook geen fighter. Oh, dat is wel waar. Ja. Ja, ik zeg toch, dat is wel waar. Nou, oké, dan niet. It's on the ring, 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 ring. Wat? Sorry. Hoi. Yo, what the frick? Ze hebben hier allemaal klinks en klinklinks. Oké, ik ga toch nog een keer voor die... Klinks. Token kist, oh, die zit alleen in een ander grasje. Yo, Beautyfly mag jij ook vangen? Of niet? Nee? Ja. Je mag iedereen vangen. Maar niemand wil die. Nee? Nee. Early game is die best goed. Ja, het enige nadeel is dat jij natuurlijk al 58 gyms hebt gedaan. Zoiets? Hey, een kist van de token. Chimeco in? Is Chimeco? Nee, sorry. Ik wou het weer bijna. Ik wou weer bijna lopen kutten. Vermoeiend ding. Zo'n bal met ultra's. Yo, jij kunt al ultra. Oh ja, tuurlijk. Oh, Tokekiss. Ben niet zo'n anus. Oh jee. Nou, dat weet ik niet. Hij doet toch aardig zijn best. Justified? We're me alive. If you think that's justified, zoals ze dat zeggen. Van liedje. Dat niemand kent, maar dat maakt niet uit. Justified. Attack Rose. Oké, dus dan ga ik gewoon double kick doen. Dat is nu twee keer Attack Rose. German Rose? Kijk eens eventjes. Cannon Rose. Hoor ik die referentie te snappen? Ja, want zo heet die gast in Sword and Shield. Doe even normaal. Oké. Sorry. Sorry dat je dat doet misschien doet die aura-sfeer uit. Oh. Ja, nu ben ik sowieso kwijt. Oh ja, hier heb ik een stone voor nodig. Een moonstone om precies te zijn. Ik haat Tokekiss vanaf nu. Wow. Oh! Ik snap waarom. Water gunning. Wacht, Nido Queen wordt ook niet eens
Ground, dat is alleen Nido King of Nido Queen, nee, ook. Nido Queen ook. Oh, dan is het wel gunstig. Dan ga ik hem wel Great Balling. Maar ja, dan moet ik alsnog zo'n Moonstone vinden hoor. Dus zo heel erg gunstig is nou ook weer niet. Maar op zich ben ik er wel tevreden mee. Deze tyfus Pokémon, echt. Ik zou me graag Elizabeth noemen, maar dat mag natuurlijk niet. Wat is... What the fuck, zeg. Ze moeten deze Pokémon echt gewoon van de Pokédex schrappen. Oh jee, dat ziet er niet goed uit. Queen's Poison. Zo. Encounters in the easy game. Sander, hoe kan het dat je zoveel tijd aan een nickname besteedt? Ik wil iets geikundigs, maar... Oh, dit meen je niet. Ik kan zo gauw even... Heb je niet gewoon een list of poisons? Ook dit nog. List of types of poison. Okay. Dat is niet wat ik wil. Nee. Zo blijven we op de naam. Ik wil gewoon list of poisonous plants, nee. Dat zijn poisonous. Oh, mensen die gepoisoned zijn, dat kan wel. Okay. Koolstof monoxide doe ik wel. Dat had ik net zo goed nicotine kunnen doen. Had Paddy leuk gevonden. Wel. Oh, ik wou eigenlijk naar dat dingetje toe. Yo, die mag ik vangen. Die Gastrodon. Oh, er wordt opeens wel naar op mijn scherm gelet. Je bent al je Pokémon kwijt, behalve Bejeweled en McChicken, toch? Of ben je Bejeweled ook kwijt? Ik ben Jewel niet kwijt, maar ik moest net tegen Janice zeggen, maar je praatte er gewoon doorheen. Sorry. Ik wil healen, maar waarom is dat zo tam too ver? En zoveel encounters. In ieder geval niet bang te zijn voor dark types moves. Als het toch geen fighting is. Echt raar dat hij. Ik was ervan overtuigd dat hij fighting was. Nou, kijk, ik was. Oh nee, trouwens, dat kan ook niet, want Embor is al fighting en dat doen ze nooit twee starters dezelfde type. Ja, oké, maar dan alsnog. Ik was ervan overtuigd dat hij een tweede typing zou hebben, dan op zijn minst.
Ja, terwijl Superior ook geen tweede typing heeft. Waarom heeft Emperor dat dan wel? Wat lame. Ja, dat is Gen 8 toch ook al lame. Dat bijvoorbeeld Blastoise geen tweede typing heeft. Oh ja. Ja, dat is waar. Yo, deze mag ik vangen. Maar ik ga hem killen. Ik hoef hem niet. Pokémon wil ze... Oeh, hier is een Hidden Grotto. Die had ik de eerste keer helemaal niet gezien. Wat is hier? Niks. Wacht, is hier nou niks? Kan dat ook? Deze game haat mij. Hey. Ja, die game ook, dus. Dat klopt, ja. Het is wederzijdse haat. Niet eens een haat-liefde-verhouding, alleen de haat. Komt naar ja, voren. Precies. Oh fuck, ik heb die Pokémon niet gedeposit die dood zijn. Nou ja, dat doe ik dat straks wel. Goed, nieuwe encounters. Leuke Pokémon misschien? Nee. Maar wel een Dustox. Phew. Oké, we gaan terug. Om te healen. Dus moet ik ook even wat superpotions kopen, bedenk me net. Dat zou best wel eens helpen. Yo, helemaal geen encounter trouwens. Waarom stond je zo lang stil? Wie, ik? Ja. Ik was aan het praten tegen Bianca, dus ik moest wachten tot ze wegliep. Oh, dat zag ik niet. Dat Bianca ook op je scherm was, joh. Note to self. Wat mij dus echt boldert, zeg maar, is dat ik dus op een plek ben, dat ik gewoon, er is geen Pokécenter in de buurt, zeg maar, en ik heb nog geen fly. Het is fucking irritant. Ja, dat snap ik. Ja, je bent nog niet op die plek, maar ik ga er vanzelf ook over zeuren. Deze games zijn ook helemaal niet zo'n verbetering eigenlijk, als je het zo opnoemt. Pokestar Studios. Nee. De sewers vind ik wel een vet idee. Ik ook. Maar er gebeurt daar niks. Als in, nee. Je moet daar één plasma mannetje bevechten, oké? Okay? Mm-hmm. Wat wou jij zeggen? Ik wou niks zeggen. Ik zei dat ik het met je eens was. Oh. Nou. Oh, en Empoleon. Dat is echt een Pokémon die ik net niet tegen me wil hebben. Nee, dat snap ik. Dat is op zich wel gunstig. Wat? Dat je Drought hebt. Ja, dat klopt. Je had ook geen Drought kunnen hebben namelijk. Precies. Schijnt, hè? Schijnt. Ik weet het ook niet, maar... Ik heb wel eens gehoord dat het kan. Aura Sphere. Oh, dat is wel chill. Nog een Aura Sphere. Is hij niet eens dood met één Aura Sphere? Nee. Wat een kut Pokémon. Of juist een goede Pokémon. Maar dat is voor jou nu at the moment niet echt handig. Goede Pokémon. Tegen je. Dat klopt. Die Pokéball, wat zit erin? Een Poison Barb. Die Poison kan ik Barbara. Voor mijn Whirlabeed. Protect. Moet dat? Oh, blijkbaar. Anders deed hij het niet. Maar... You mad? Nee. Hey, Lilligant. Ja, die Pure heb je ook grass. Nog. Dit is wel de mooiere versie. Dat vind ik niet. Nee? Ik vind die andere veel vetter. Oh, nee. De starters min Decidueye zijn wel beter. Ja, en ik vind Decidueye dan nog niet eens heel lelijk.
Shelmet wordt Excelgore, hè? Ja. Excelgore. En Excelgore is Bug. Pure ja. Bug? Wat een kut typing. Hij is toch. Is dat niet de Ghost ook? Nee, hij is pure Bug. Maar die andere is Bug Steel. Dat klopt. Wat lame. Dat klopt, ja, dat ook. Nou, je mag hem wel vangen. Ja, maar ja, ik hoef geen pure bug. Nee, daar heb ik niks aan. Ja, je moet eigenlijk een bug hebben met een type die jou covert, zeg maar. Mm-hmm. Dat zou mooi zijn. Of een normal type. Maar ja, normal types zijn niet zoveel. Die je dan andere type hebben. Ik zou een Heracross wel fijn vinden. Ja, precies, zoiets. Ik zit hier nu wel echt al veel te lang, hè? Eigenlijk. Ja. Ik durf gewoon niet verder te gaan. Ik ga wel lekker verder, hoor. Oh ja, maar als die guy al een level 20 heeft. Die mag ik. Yo, dat is wel ziek. Change your flag on! Nee, maar... Kijk, als een... Eerste guy in de gymleader al level 20 is, dan denk ik, hoe hoog is die gymleader dan wel niet? Ja. Hoger, in ieder geval. Of hetzelfde level, dat kan. Als je maar één Pokémon had, dan kan dat. Twee. Maar ik weet... Regieyes en Rotom. Ik weet wel namelijk dat ik daar ook van schrok toen ik daar was. Eigenlijk omdat die zo dicht na de tweede gym is. Ja. Er gebeurt tussenin niet zo heel erg veel eigenlijk, behalve die ene trainer in de sewer. Ja. Of ik moet naar boven lopen. Kijken of daar nog iets is, dan kan ik meteen kijken. Maar ik weet niet of ik de goede versie dan heb. Of ik daar ook een Pokémon al kan vangen. Want dat is in deze game. Ja, ik heb twee Pokémon wel level 20. Ik heb dus dat nog geen enkele Pokémon gevangen met een Ultra Ball, hè? Yo, is dit Gen 1? Toevallig? Daar zijn Ultra Balls namelijk slechter dan Great Balls. Schijnt. Wist je trouwens dat je in Gen 1 dat je dat je Staryu kan evalueren zonder Waterstone? Denk dat ik dat weet. Nee, hoe dan? Moet je tegen een Onix en dan met die Staryu inblijven, zeg maar de hele battle verder afmaken. Sinds je met die Onix, met die Staryu die Onix hebt verslagen. Ja. En dan level uppen en dan evolve je. Oké. Okay. Maar dat is ook de enige manier. Maar dat is op zich best wel te doen. Jawel. Toch? Jawel. Ik vind dat best wel episch dat dat kan. Dat is wel raar hoe codering dan werkt. Ja, ik snap ook niet precies hoe en waarom. Maar blijkbaar is het een ding. Heel ziek. Ik ga wel even naar boven kijken of ik daar een Pokémonnetje. Dit is een dokter, die zou zomaar nog kunnen healen. Ja, dat heb je wel in deze game, maar dan moet je ze eerst verslaan. Dat is wel altijd voor. Ja, dat is altijd weer een beetje jammer, ja. Op zich liever iets dan niet, zeggen sommige mensen wel eens. Nou. Weet je wie dat zei? Een man. Weet je wanneer? In een jaar. Nice. Weet je zeker dat het een man was? Een persoon. Nou. Weet je zeker dat diegene zichzelf identificeert als persoon? Een katmail. Oh nee, dat zeg ik weer mail. Shit. Hoe zijn hier ook twee trainers? Of is dit geen trainer?
Ja, het zijn twee trainers voordat je een encounter mag. Torkoal. Oh, dat is wel goed. Zeg. Behalve dat ik nu net mijn grass type opgestaan. Oh, misschien is het wel de bedoeling dat je deze guys eerst vecht. Als ik dat zo zie. Kan. Want deze is level 16. Dat is niet echt hoog. Withdrawing? Dat is ook zo'n water typing. Maar ik denk water tegen water. Freak, wat moet ik nu doen? Nou, sowieso niet met... Oh, met dry skin kan je dus geen wateraanvallen doen op... ding die ik heb. Togekiss. Ja, dat had ik net ook met Torkoal, zeg maar, dat probleem. Dat gebeurde letterlijk net op mijn scherm bij Torkoal. Lol. Intimidate, dat is op zich een gunstig. Curse, oké, ga jij maar lekker boos lopen doen. Loser. Wat ben je echt een loser? Wing attacking. Oh, dat doet niks. En ik kan geen water talk. Oh, dat is best wel OP in Torkoal. Deze game. Hoezo doet Wing Attack ook niet? Ja, hij doet die withdraw de hele tijd. Misschien is dat het. Dat is helemaal niks. Ik word gewoon de hele tijd geheeld. Heel ziek. Heel seeking. Smok, nee. Oké, dat doet niks, dat scheelt. Het is echt zo'n stal battle. Daar hou je niet van. Nee. Dan wil ik speed up, maar dat mag niet. Dat klopt. Hé, een Luminioning, die mag jij. Ja, ik ben eventjes met iets heel anders bezig, maar het klopt wel. Niet poisonen. Oké, dat scheelt. Gelukkig dat hij niet veel goede aanvallen kan. Hij kan withdraw, smog. Oh, hij heeft ook nog maar twee aanvallen gedaan, maar denk ik net. Maar... Nee, poison. Ik heb geen antidote. Zeker. Lava cookie? Petjeberry? Oké, dan hoop ik dat hij mist. Nou, voor je dit kijkt. Oké, ik heb ook geen gewone potions meer. Die moet ik straks even kopen, dus. Wing attack. Oké, nog een wing attackje. Will-o-wips. Nog een keer smok. Oké, ik zie nu ook nog eens niks om mijn kat dacht leuk te gaan doen. Nou, weer een Pokémon kwijt. Wat? Oh, Jeweled. Bejeweled. Niet dat. Oh, welke Pokémon komt uit? Kat, die zit eigenlijk best wel in de weg. Braviary. Gelukkig heb ik een Ice-type, dat scheelt wel. Maar... Oh ja. Hé, waar is je Blaze? Oh, je Blaze kan staat voor. Nevermind. Dat deed best wel veel. Ah, ik had moeten healen. Als hij nu een crit heeft, dan ben ik dood namelijk. Iriodo mag ik niet, hè? Nee. Ik was wel eerst. En zijn speed wordt lager, dus dat kan wel. Dat kan ik wel risken. Het enige waar ik dan op moet letten is met teruggaan. Dat ik niet per ongeluk in die guy loop. Oké.
Oké. Nou, ik heb nu wel... De meeste zijn nu wel redelijk level. En dan kan ik altijd nog die guy, zeg maar, die daar staat. Dan doen we wij willen item take. Item give. Experience share, ja. Ja. Moeten we wel hier even. Echt, ik vind het echt zo triest hoe lang ik hier mee bezig ben. Ja, ik wil ook geen Pokémon verliezen. Kijk, ik kan nu zeggen, ik ga gewoon erin. Maar dan ga ik sowieso Pokémon verliezen. Daar heb ik ook echt geen zin in. Toevallig. Ja, dat is een keuze. Ik denk, het is voor de kijkers ook niet zo leuk, maar ja. Oh, deze aflevering duurt ook veel te lang. Oh. Nou. Een moment hoor, want ik ben nog in een moeilijke battle. Nidoqueen. Kat zit een beetje in de weg. Kan gebeuren. Ik weet niet of je het ziet op de opname. Oh nee. Nou, dat scheelt. Zo. Level omhoog. Hi Otto. Dan wil ik je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sowieso. Graag bij de volgende aflevering van Pokémon. Doei. Joejoe.